Dus vanaf 2010 speelt het van dat, er, dat ik niet op tijd word betaald. Maar keer op keer is het ook is mooi en waar dat MCP het olie bestelt. Maar keer op keer is het op aandringen van de heer Doekie geweest dan, dat ik olie leverde. Brandstof leverde voor MCP. Heeft u wel de garantie dat uw gelden komen? Want u zegt, u blijft er een hele tijd op wachten. Hoe heeft u de garantie als ondernemer dat u niet uiteindelijk grote verliezende gaat worden? Meneer Doekie me de garantie gegeven dat hij gelden in orde maakt. En nadat hij mij gesproken heeft en een stuk heeft getekend, dat hij garant staat dat, dat wij het geld krijgen, hebben we een van onze olietankers gelijk gestuurd naar MCP. Wie is verantwoordelijk voor het leveren van brandstof? Is dat gegarandeerd voor de sessie? Dus we hebben gisteren, zoals ik eerder heb aangegeven, goede afspraken gemaakt met directeur OEMCP, de DC en het ministerie van LVV. Wordt RO daar betrokken? OEMCP regardeert het ministerie van RO, de DC regardeert het ministerie van RO. Dus vandaar, we hebben gisteren met de overige drie instanties gesproken. OEMCP, vertegenwoordiger van RO, openbare werken en het ministerie van RO. Komt niet vanuit een bepaalde politieke organisatie? Wat zei? Hij komt niet vanuit een bepaalde politieke organisatie. Hij vraagt of hij vanuit een bepaalde politieke organisatie komt. Oh nee. Wat, die olielevering? Ik wil daarop dan niet aansturen natuurlijk. Het gaat om... Ja. Ik heb drie punten van de regering van NDP, Chaya en als ik dat doe. Laat me die vraag scherper stellen. Betaalt de politieke partij de rekening? Nee. Betaalt de politieke partij de rekening? Ik wil het scherper stellen. Ik niet Misschien heb ik een mijn partij zelf niet. Oké, dus het is een overheidsaangelegenheid. Ja. Wat waarom? Misschien moet het gezegd worden hoor. Er is een item verschenen in de Nigeriaanse media. Waarbij de olieleverancier zegt dat hij de garantie heeft van een parlementariër meneer. Dus misschien is dat de eerste keer dat hij die vraag stelt. Misschien werd u daarvan niet op de hoogte. Nieuws voor mij. Heb ik het correct gezegd, meneer Van? Alles gezegd. Ja. Oh nee, de procedure met betrekking tot het verkrijgen van die middelen gaat gewoon normaal, zoals gebruik is. Misschien dat u kort kan schetsen voor de heer minister, wat er precies gebeurt wanneer er olie geleverd moet worden de Wakai. Dus vanuit het bestuur, vanuit de OEMCP, wordt dan bestelbonnen declaratie ingediend bij het ministerie van RO. En van daaruit wordt dan autorisatie aangevraagd naar het ministerie van Financiën. Als er autorisatie is gegeven, dan gaat daar via bestelbonnen de bestelling geplaatst voor het verkrijgen van de brandstof. Ik denk dat dat duidelijk is. Via RO. Viezigheden uithalen en goed luisteren. U hebt de beelden waar ik ook heb gesproken en daar heb ik duidelijk gezegd dat plotseling wij hoorden dat de man die olie moest leveren niet betaald werd, dus de olie was niet vertrokken. De minister, ja, en ze moesten de vragen correct stellen aan die minister. De minister heeft mij dit gezegd in DNA. Ik heb de president gebeld. Hij zegt me, laten we kort sluiten met meneer Maheshpal Singh. Dat heb ik gedaan en ik heb het ook gezegd. Dat lever het. In ieder geval sta ik garant dat jij je geld krijgt. Ik heb ook gezegd, ik heb met de minister gesproken van Financiën. Nooit en nergens is het woord NDP of een politieke partij die het gaat betalen. Maar wanneer je hele leven lang die jonko hebt gerookt, uit een riool komt, wat verwacht je? Laat dan deze luizen aan de wereld vertellen waar ooit iemand gezegd heeft dat een partij het doet. Ik was in de DNA. De minister van LVV, die kwam bij mij en zei van, hij heeft net bericht gehad
dat er weinig olie is op MCP, de pompen gaan stopgezet worden, et cetera. En de leverancier heeft een grote achterstand van bijna 200.000 liter. Wat gaan we doen? Ik heb dan contact gehad met de president. En de president heeft mij gezegd, kijk wat je met oom Johnny voor me kan regelen en zeg hem dat alles in orde is, et cetera, et cetera. Dat heb ik alleen gedaan. Ik heb oom Johnny gezegd, Mahesh Pal Singh, lever die olie. Wij maken alles hier in orde. De minister van Financiën stond erbij toen ik met hem sprak. De minister van LVV, et cetera, et cetera. Wanneer jij journalistiek, trouwens, journalistiek is een ander niveau. Wanneer je doet aan rioolverslaggeving, mijn god, ga tenminste na. Waar is het gezegd? Door wie is het gezegd? Maar je wil stemming maken, omdat je vaker en telkens op je blote billen wordt gelegd door mensen. Dus nogmaals, Pharma, niemand heeft ooit wat gezegd. Ja? Waarom hebben ze die vraag niet gesteld aan die minister? Heeft meneer Doekie van de NDP, die naam is ook gevallen, zijn moeite gedaan, samen met u en de president, om de leverancier te vragen toch te leveren en de zaken komen in orde? Dat is gezegd, waarom is dit? Heeft een politieke partij, het schijnt dat deze partij een doorn in het oog is van vele mensen hier. Maar ik begrijp, ze zijn ook onder druk daar. Je weet wat voor, uit wat voor hol ze komen en in welk hol ze terecht zijn gekomen. Een journalist, ah, dat zijn ze niet, een verslaggevertje, moet proberen de gemeenschap de waarheid te vertellen. Maar ik denk dat u een slimme journalist bent, omdat u dat gisteren hebt gebracht. En ik weet niet of u ook collega onaangenaam wil zijn, maar na dit, ja, wat ze gaan horen en zien, worden ze op hun blote billen voor de zoveelste maal weer gelegd. Nogmaals, er is nooit door niemand gesteld dat een politieke partij het gaat betalen. Insinuatie, leugen. Wat gesteld is, en dat is onze plicht. En al zou de NDP dat doen, NDP is groot genoeg. We hebben toch een school daar ook gebouwd? We gaan meer scholen bouwen. We gaan meer projecten hier aanpakken. Maar maak je geen zorgen, heel binnenkort komt de NDP met haar eigen televisie en radio in Nikeri. En dan zal je een niveau zien. Dan kunnen ze allemaal uit de prullenbak gaan frieten.